Hallo, in deze video laat ik jullie zien hoe je wraps kunt maken met gerookte zalm en avocado. Dit recept vind ik persoonlijk ontzettend lekker, omdat het geeft me echt een gezond gevoel en het voelt een beetje als een soort van luxe tractatie. Ik hoop dat jullie een leuke video vinden en laten we gaan beginnen. 2 avocado's, 3 tomaten, wat gewassen sla, 400 gram gerookte zalm, 6 wraps en eventueel een saus. Ik gebruik honingmosterdsaus. Snij als eerste avocado doormidden en lepel al het vruchtvlees uit in een kommetje. Voordat je een avocado koopt, knijp er dan eerst eventjes zachtjes in, om er zeker van te zijn dat hij goed rijp is, want anders lukt het prakken wat ik zo meteen ga doen natuurlijk voor geen meter. Avocado en gerookte zalm is een erg goede combinatie, althans naar mijn mening. En de reden dat ik het als een geheel prak is omdat ik het als een soort van saus ga gebruiken. Daarom kun je in principe de honingmosterdsaus gewoon weglaten, mocht je het helemaal gezond willen houden, maar ik hou er wel van. Goed, dan is het tijd voor de tomaatjes en snij deze gewoon in plakjes. Per wrap, ik maak er dus 6, gebruik ik een halve tomaat. Als je 6 groepjes maakt van een halve tomaat, is dat zo meteen makkelijk tijdens het vullen van de wraps en krijgt iedereen evenveel. Om er ook voor te zorgen dat elke wrap evenveel vis bevat, leg ik alle zalmplakken van een pakje, van één pakje, even op een glazen plaat. Op die manier krijg je een overzicht en kan je dus zien dat elke wrap ongeveer 2 plakjes zalm zal bevatten. Oké, dan is het nu tijd om ze te vullen en als eerst smeer ik er een laagje geprakte avocado overheen. En het is trouwens wel makkelijk om dat met een vork te doen, want op die manier kun je de laatste vergeetstukjes ook nog fijn prakken. Dan een laagje sla. Eventueel dus wat saus. Natuurlijk de zalm. De tomaatjes tot slot. En daarna kan die dicht worden gerold. Nou, zo maak je wraps met gerookte zalm en avocado. Bedankt voor het kijken.